enkele renners die daar tegen de grond gaan, die elkaar blijven haken. Is dat moeilijk te zien vanuit onze positie wie daar... Het zou inderdaad zijn kalle weer kunnen geweest zijn. Van Desaerts die trekt zich er allemaal niks van aan. Die gaat proberen toch wel het initiatief te nemen in deze beginfase. Ook dacht ik Thomas Joseph daar vindt. We zien dan de wereldkampioen Elie Iservin. Die natuurlijk zijn trui zal willen tonen hier op het parcours van de Kravatenbos. Maar de Belgische kampioen die probeert wat meer voorsprong te nemen van de andere oorsprong. Thomas Joseph staat op de derde plaats op 11 minuten 40 al. Dus dat is wellicht de top 3 bij de U23 met Thijs Aans, de Belgische kampioen. Met de kleine voorsprong. Thijs Aans, we zijn nu 6 minuten 20 geleden vertrokken hier aan de aankomst zijn opgemeten natuurlijk. We hebben die tijd er nog bij van de aanloopzone richting aankomstlijn hier. Vanuit de start naar de aankomst, dat is toch wel een goede 20 seconden die ze nodig hebben om dat afstand in de overbrug. Daar zal het zeker als ik op aankomen om die 20 seconden maar thuis aan te zetten. En Elisabeth die ziet het gevaar, die probeert terug naar het wielterrein van de Belgische kampioen. Tweede ronde afgelegd. Hier in de derde wedstrijd is de ronde afgelegd in 7 minuten 50 door Thijs Aans, 7 minuten 50. Dat was de tijd die ze nodig hadden om die eerste ronde uitgezonden. Alles komt natuurlijk. Dus Adam Toepalik, dat is de man nu aan de leiding voor Thijs Aans. Door dat kleine foutje in de stand van de wereldkampioen. Dan hebben we ook Jens Dekker. Dan hebben we Thomas de Zeef op een 7,5 seconden van de leider. Johan Jacobs, die mobieling, dat zijn toch al 18 seconden op het allemaal kijken op ons computerscherm. 18 seconden voor die mobieling, de achterstand. Wachten op de bollen, want dat is al een grotere kloof. Dat is al een achterstandige zone, want ze zijn normaal aan de achterstand. Die kom op, Jens! Die zijn er alleen maar houden tussen Iservin en Thijs Aans.
verschil ondertussen nogal aan. Dikke 15 seconden hoor. Weten dat we straks aan de strijd de laatste ronde van de wedstrijd gaan aanvatten. Straks gaat de bel laden. Gaat Patrick ook de belman nog even laten horen. Gaat dat ook voor de renners uiteraard tot het einde van weg voor de allerlaatste ronde. De derde wedstrijd alweer van de dag. De wedstrijd bij de Noord. Ja, en aan het beste punt daar heb ik de voorsprong van 17 seconden op 30 aanzet. Jens Dekker volgt daar op 20 seconden in deze positie. Adam Koepelink op 53 seconden zijn de enige vier die daar al voorbij zijn gekomen aan die boom. Dan hebben we nu Johan Jacobs op 1 minuut, op 1-0 hebben we Thomas Joseph. En dan volgen de anderen al toch op grotere achterstand van Eli Iserby. Dus hebben het is dus een goede 50 seconden voorsprong heeft. Wij Tom draaien straks hier en wij komen eraan nu. Rikman. En voor de collega's tot hier straks om 13:45. En nu daar toch een foutje weer om van Adam Koepelink in het zas. Ja, toch weer om misschien op een vierde dag gaat eindigen. Dat was ook zijn tweede vorige week in Valkenburg. Op de wereldkampioenschappen voor Adam Koepelink. En dan zien ze wachten. Kijken of Jens Dekker, want dat is de vraag die we moeten stellen. Kan Jens Dekker nog niet komen op thuis aan? Of is daar ook de strijd gestreden? Na de zege die vandaag in Lunnen. Met name de wereldkampioen Eli Iserby. Ja, nog een paar lusjes. We hebben een paar keer open gehad dat schuine gedeelte daar. Maar de DVD voor de staat opgesteld. De laatste haakse punt. En we krijgen dan plaats waar al twee van het publiek aan draagt. Dan het aanwezige publiek in Lunnen. En ze verwachten hier straks toch wel een rare publieke belangstelling. Kom op Jens! Voor Sannekant, voor Wout van Aert. Kom op mij, ik ga niet pakken! Wat het publiek laat zich wel horen met een gewaardeerde overwinning van plaats Lommelaar. Ja, en die strijd voor plaats 2 die lijkt nog altijd in het voordeel te gaan eindigen voor de Belgische kampioen. Mooie tweede plaats dan voor hem. Voor Thijs Aerts in deze wedstrijd. En nu kijken de laatste strookjes. Vooraleer hij de laatste rechterlijn gaat induiken. Ja, die kijkt dan al het applaus van de toeschouwers. Gaat daar nu de laatste stukken in het veld. We komen daar voorbij aan de 80% regel. En dan ja, draait hij nu de laatste rechterlijn in. Ja, laat die voor de markt knallen, dames en heren. De 11e overwinning is een feit voor de kleine man uit Badikoven. De man van de winkel de wereldkampioen, hier is hij, winnaar van deze Granada Cross. Ook en winnaar van de DVV Verzekeringen Trofee. Uw applaus voor Eli Iserby. En wat heeft die trap nog mooi, de regenboogbandje op de helft. En hij gaat nog even een heel mooi voorbeeldingsgebaar maken. Fiets in de lucht voor Eli Iserby. Strijd op naar twee, strijd op onderstreep, maar Aerts een stukje sneller dan Jens Dekker die nog als het duur vanuit het doosje. En bijna op de tweede plaats van de afstoende van Thijs Aerts. Het is net zoals gebeurd. Thijs Aerts tweede en Jens Dekker heel knap derde. Dit is heel schoon gezien. Alvast klaar.